Hey, super tof dat jullie kijken bij weer een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Dex en vandaag zit ik hier weer lekker in GTA 5 online. Ik ben hier vandaag weer in mijn mooie facility zoals jullie kunnen zien. En we gaan vandaag weer prep of een setup of weet ik veel. Een van deze 6 missies gaan we doen. Zodat we zo weer op die manier wat dichter bij de eindmissie komen. In ieder geval, hebben jullie nou zin in, doe dan vast even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden en druk op dat belletje om op de hoogte te blijven van mijn nieuwe video's. En dan ga ik er maar even eentje starten. Even kijken hoor, die. Welke gaan we doen? Prep Deluxo's weet ik dat je die met iemand anders moet doen. Paramedic Equipment, die zou op zich kunnen. Deze die kunnen we nog niet doen, want... Ah, deze trouwens wel, maar deze twee nog niet, want dan moeten we eerst de prep voor doen. Dus ik denk dat we de paramedic equipment gaan doen. Dus die heb ik maar even mooi gestart. Want ik denk dat als... Ik heb namelijk een vriend die heeft money glitch en die is niet gereset. Die heeft nog 50 miljoen, dus, ja, dus hij kan me heel makkelijk helpen met die eindmissie. Dan kan ik gewoon die 1 miljoen claimen. En dan doet hij gewoon mee voor de hulp, zeg maar. Dus dat is best wel chill. Dus kijk, daar zijn we. Mijn auto is trouwens wel een beetje kapot. Ik ging een beetje hard rijden, maar goed. Oké, even kijken. Waar moeten we naartoe? Oké. We moeten daar naartoe. Maar ik denk dat het een beetje saai is voor jullie om dat hele stuk te zien dat ik aan het rijden ben. Dus laten we dat maar even knippen. Ik zie jullie zo wel weer. Alleen vlak bij de locatie aangekomen. Ik hoor al een ambulance. Oké, we moeten de ambulance stelen. Iedereen eerst even doodschieten. Zo. Oké, nice. We hebben de ambulance. We moeten nu... Dit ding terugbrengen naar de facility, geloof ik. Alleen dan moeten we eerst nog even de popo kwijtraken. Dat is mooi nice. Maar eerst maar eens hier uitzien te komen. Oh nee! Oh shit, ik dacht echt dat ik daar gewoon vast zou komen te zitten. Af en toe is er echt een plekje op deze route. Die echt heel hinderlijk is. Want je kan daar zo naar beneden glijden of vastzitten of zoiets. Verzin, maar kijk, hier een dikke steen naar beneden gebrokkeld ook. Oh. Oké, nice. Politie is best wel slecht, dus ze glijden hier overal zo naartoe en zo. Nou. Maar ik denk dat we deze moeten gebruiken om straks ergens te komen. Zonder dat we er eigenlijk mogen komen, maar toch door deze auto wel. I don't know. Maar volgens mij is dit best wel makkelijk, want we moeten nu alleen nog de politie kwijtraken. Ik zal even de sirenes aanzetten. Want dan, nou trouwens ga ik niet doen, dat is heel hinderlijk. Want we moeten nu alleen de politie... En dan... Ja, ik wist dat ze ging draaien, nou dat maakt me niet uit dan. Maar dan zijn we al klaar. Zo simpel is het, dus misschien, wacht, misschien dat ik Lester kan bellen, ik denk het niet. Ik kan heel even kijken. Oeh. Oh, dat is heel chill. Oké, daar kunnen we gewoon Lester gebruiken. En nu is de politie ook al weg. Oké, ik had echt verwacht. Want er is namelijk een andere setup of een prep. Ik weet niet precies wat voor missie het is. Maar het hoort ook bij de facility. En die missie is best wel lastig. Dan moet je namelijk naar een... dan moet je namelijk naar een ziekenhuis. Dan moet je iets stelen. En dan moet je daar dan... Dan moet iemand anders een helikopter wegpikken. En dan moet je... Dan moet die guy die die helikopter heeft... Die komt dan naar je toe. En dan ga je samen in die helikopter weg. Ik dacht dat deze missie zou zijn. En ik dacht... Ja, ik dacht... Ja, volgens mij kunnen we dat niet doen. Maar goed, ik kijk wel gewoon. Maar volgens mij moeten we nu alleen dit ding hier gewoon nog deliveren. Dus afgeven. En dan zijn we al klaar volgens mij. Met de eerste prep. Dat zal... Oh, 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 oh.
Dat zal wel heel erg nice zijn. Ja, we gaan nu naar binnen. Oké, we staan in mijn facility, maar ik kreeg net ook in beeld dat de prep is gelukt. Dus volgens mij hebben we de prep nu gewoon klaar. En dan was het gewoon een hele makkelijke missie. Dus dat is best wel chill. Dus we gaan even snel kijken of we misschien even snel nog een missie kunnen starten. Want ik weet dat die deluxe's nog wel lastig zijn. Ik kan zo even een vriend vragen of die kan helpen. Even kijken hoor. Planning screen. Ja, deze, de prep deluxe's, die is wel lastig. Server farm. Die is volgens mij ook wel lastig. Ik denk dat ik dan even iemand ga vragen die kan helpen met de Luxo prep. Dus even snel. Oké, mensen, ik heb wat vrienden gevraagd, maar ze konden niet. Ze reageerden ook eigenlijk niet. Dus ik ga denk ik geen prep of missie meer doen. Maar ik heb nog wel iets anders leuks. Misschien dat mensen het al kennen, maar het is toch best wel vet. We gaan namelijk naar een mijn toe. Een best wel enge mijn. Het is namelijk ook 3 uur 's nachts. Dus als we daar 's avonds naartoe gaan, dan is dat best wel creepy. Het is zeg maar hier zo. En laten we daar dan maar snel naartoe gaan vliegen. Want ik had het even op YouTube opgezocht waar dat was. Want ja, anders heb ik niet zo heel veel te doen nu nog. En anders is het een hele korte video. Ik weet niet hoe lang de video anders wordt als ik naar die mijn ga. Maar toch is het wel geinig om even te laten zien. Vooral omdat het nu donker is. Dus als je niet van enge dingen houdt trouwens. Ik denk dat je dan vanaf nu wel kan stoppen met kijken. Want dat, wat we nu gaan doen kan misschien wat eng zijn. Ik vind het niet eng, maar even kijken hoor. Zo. Even kijken hoor. Is hier een mijn? Ik heb geen idee. Ja. Oh ja, hij is er. Ja, kijk, hier is een mijn, jongens. Zo'n poppetje. Voor de mensen die dat willen weten. Krijg je 1000 euro. Dan heb je zo'n action figure. Maar hier is dus een mijn. Kunnen we daarin? Wat? Kunnen we hier niet in? Hé, wacht. We kunnen er volgens mij wel in. Zo. Hé. De deur is open. Even kijken, heb ik ergens een zaklamp op? Ja, oké, nice. Laten we hierin gaan. Als dat kan. Voordat ik in de fik sta, kut. Oh shit, oh nee. Misschien moeten we eerst even wachten totdat dit afgefikt is. Het gaat alleen maar weer aan. Oké, nu is het hier in ieder geval wel weg. Oh shit, we kunnen erin. Voor de mensen die niet van... Oh shit, het galmt heel erg. Voor de mensen die niet van enge dingen houden. Stop met kijken. Ik heb een zaklamp. Oh joh, allemaal gekke geluiden hier ook. Ziet er echt vet uit. Oh shit. Oh mijn god, alles kraakt, gast. Ik zweer het, als ik hier nu een ziek tegenkom. Dan ga ik echt schreeuwen hoor. Oh shit. Waar gaan we naartoe? Ik wilde langs de route, maar ik ga heel even op de map kijken dan. Kijk, deze gaat tot hier zo, helemaal zo. Oh. Holy shit, oké, die gaat tot daar. Dan kunnen we zo. En waar gaat die andere? Oh, hier is die andere. Even
kijken of die heel lang doorgaat. Oh shit, ja oké, okay, laten we naar links gaan dan. Holy shit, dus hier echt. Als jullie het ook horen, zitten allemaal vogeltjes hier en vleermuizen, maar ook alles kraakt hier gewoon. Maar goed, ik kan schieten. Kijk dan, je hoort ze gewoon vallen. Normaal is dat niet, maar omdat het hier helemaal galmt en zo, is dat wel. Zo, het is hier groot, hé. Oh shit, hier is weer. Oh, dit is dicht. Ja, die zit dicht. Ik moet hier ook weer uit trouwens, hè. Hier, waarom gaat het lampje niet meer aan? Oké. Okay. Kijk dan, je hoort het gewoon kraken, joh. Damn. We gaan hier naartoe. Oh, ik hoor iets achter mij. Ik ga niet achter mij kijken. Shit, dit is best wel. Dit vind ik best wel creepy. Je hoort gewoon de wind gaan. Oké, okay, we gaan hier zo naartoe. Zo, er is een grote mijn heen. Mijn hé, bedoel ik. Oh, hier houdt hij op. Maar dat betekent dat we weer terug moeten. Oké, okay, we gaan weer terug. Dit gaan we heel snel doen. Even kijken hoe laat het is op mijn telefoon. Het is. Holy shit, het is 6:15 in de ochtend. En ik loop in een fucking mijn. Echt, wat doe ik hier? Holy shit. Oh, die reflectoren die geven gewoon licht. Dat is wel vet. Of wat er ook op zat. Holy shit, ik wist niet eens dat deze mijn er was. Daarom had ik hem ook op YouTube opgezocht. Maar dit is best wel creepy. Oh mijn god. Oppresso MK2. Wat doe je hier, bro? Ga weg. Ja, hij gaat weg. Toch? Ja. Je merkt al wel dat het een beetje licht begint te worden. Dus we kunnen op zich zonder zaklamp lopen. Maar holy shit, dit was best wel creepy. Eerlijk is eerlijk. Dit was best wel creepy. Holy shit. Oké, okay, we gaan nu even snel. Even kijken waar. Oh shit, daar is het daglicht weer. Ja. We zijn weer buiten. Oh mijn god, is die nou echt dicht? Hij is gewoon weer dicht. Hoezo? Hoezo is hij nou weer dicht? Oké, wacht. Ik ga er weer even met een homing op schieten. Zo. Hoppa. Waarschijnlijk staat hier buiten in één keer. Oh, er is niet eens brand. Oké. Chill. Haha, dit ding rolt hier ook zo. Oké, okay, nice. Oké, okay, maar dat was best wel vet, eerlijk. Als even als afsluiter. Het is nu 6:15 in de ochtend. GTA tijd gaat best wel snel. In ieder geval, hebben jullie nou genoten van deze video? Doe nog even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En druk op dat belletje om op de hoogte te blijven van nieuwe video's. En dan zie ik jullie morgen weer.